Bakeland heeft met zijn bendestreken zo sterk op de volksverbeelding ingewerkt dat zelfs de wildste verhalen voor mogelijk werden gehouden. Zoals bij elke volkse rover zweeft het beeld van Bakeland tussen dat van een schelm en dat van een boef. En wel, ik zei, hij had het gewoon, en hij moment had dat een goed heeft met de mensen, maar veel momenten dat hij zo'n beetje dag ging gaan alles overloeren wat dat een nacht ging gebeuren. Nee? En dat was die hem niet anders stond. Dat een rup mangeerde, weet wel. Dat een, weet wel wat kunnen zijn, als mangeerde zo de rup aan mee. En dat is toen goede vrienden en slechte vrienden. Nee? Maar die dingen die ik daar zeg, die is alles eigenlijk echt gewoon gebeurd. Ik kan dat meen eens een keer gewoon vertellen. Dat een veel gekart had in de terbergen Vrijbos dus. Vrijbos, dat nog veel gekart had met zijn armen, die je natuurlijk niet kende. Aangezien dat ze hem moeten kennen, ging dat maar lekker meravond. Lekker dat pijzen. En een tweede, dat toen ook een grote functie had, omdat een veel lastig gevonden was van de harde veldwachters dus, van Westerwolsbeke. Nee, en dat een ding kapot gemaakt had. Toen dat we gingen gaan wandelen zo, als het zomer was, met benden, zodat we gingen gaan kijken wat dat nog gezeten had in de bus. Daar. Maar wie dat geen in de bus nog aan al is aan het Bakeland. Ja. Waar dat hij weggestoken zat? Ik weet dat niet. Die mensen die dat weten, maar je weet niet wat dat is. Dat is dat een bus hier. Het was niet verder van onder het kamp. Van die oude meisjes dat hoor. Op een dag slaap in je ging gaan vragen en je. En dan die meisjes bezig en eerlijk over die. Dat toen ze liever was. Die je daarachter lag. Of dat moet met zoren en je. In de dingen, in de geschiedenis nog het wakker. En die ze bezig zitten er niet anders. Ja, maar dat is ons liever neer. Maar het was al de zomerkant dat hoor. En ze zei. Jo, maar wie er slaap in je? Arme slaap in je. Slaapt geen tussen mijn juiste vest in ze, blauwschalen op bus, alleen. En we gaan weer daarin slapen voor een nacht, om weer de jongen daarmee kunnen plezier doen. En op de snuiten ze opstonden dat een koffie dronken hadden en een gaaf. En boor ze met kroon. Kroon? Kroon? Ja, kroon. Ja, dat was toen die tijd en die meisjes zulke ding. Nee, dat waren toch goede kroon, goede stekjes. Kroon, maar ik weet niet meer hoeveel dat erin zat, want het zat nogal wel bij. En die meisjes en dossen dat toen naast niet uitgeven. Dan ze pezen en hier, ze weten nu niet anders dan we weer arme meisjes zien. En we gaan het betalen met goede geld. We gaan ze nu pezen, we gaan nu samen pezen dat we meedoen met Bakeland. Ja. En. Waarom die meisjes dan? Tussen gemeenten en toekomst over de dingen. Ik heb dat nog wel aan doen. En dat stond ook in het boek? Ja, het gaat verdiend doen, van eigen in de boek. Het stond van eigen in de boek. Dat stond gewoon in de boek. Er stonden al vele verhaaltjes in. Wat pezen ik in mijn meisje? Ik was 16 jaar oud op mijn lauwers. Ik zie nu 28. Ja. Verschil is groot, wij. Het verhaal dat we hier nu gehoord hebben is voor de volkskundige van bijzonder grote betekenis. Voor eerst krijgen we de duidelijke herinnering aan de oude Christusverhalen, de zogezegde legendesprookjes, die bij ons in Vlaanderen verspreid waren. Maar hier wordt die Christusfiguur in verband gebracht met Bakeland. Bakeland die dan nog bovendien op bezoek gaat bij oude mensen in de streek van Houthulst, van Jonkershoven. De vertelster is trouwens iemand uit dat gebied, Alix de Verstraeten, een wonderbare figuur die urenlang heeft verteld over Bakeland. Oh, dat Bakeland, die kost een goed Frans, hè. En de pastel en de schoet, ze klapten in het Frans. Maar zo noemt het met schoon aan oort zien ze, van die bende,
Het was toen kermis in Westeros beginnen. Het was goudschietingen. En Bakland zat er juist achter. Hij kost die goed zijn Frans. En ze ging die bende schiet, prachten op de rond. En we kanten hem maar. Maar, dat ging niet. En zaterdags, hij zijn eenvolle gedaan. En hij moest een beetje bij de schoot. En bij de pastor. Hij zei nog over dat kind. En ze dus goed opgang met zijn benen omhoog. In de nacht en opgebrand. Is het zo niet? Wij zijn veel gestoond en zo, maar vele moordenaars zijn gepleegd, weet ik. Maar vele, vele gepakt. Het. En ze hadden een heel die bende. Toen is iedereen die op en op te wenden. Niet voor alle conducten te weten. Naam de Nijders. En ze gingen rond met bezems. En ze wisten hoe ze konden. En ze droegen dat over naar Baakland. En ze hadden zo een stamineetje, waaraan ze voor houden, voor het zacht te slaan. Nee. En ze droegen een hoop in de bier. Het waren de buffetjes zeker, die schonken. Nee. Ik heb nog horen vertellen, Baakland, hij brak overal binnen. Maar geen moorden deed niet. Ik heb dat nog gewoon verteld. Maar in Asselde staat er daar een landelijk café uit Meike. Daar heb ik willen binnenbreken en het schof willen uittrekken van het venster. Daar stak hij zijn arm binnen en daar hebben ze hand afgekapt geweest. En van wie heb je dat horen vertellen? Ik, van mijn vrouw, moeders. Zuster. En de die heb daar nog in het café meiken gewoon. In die streken van Langemark op de boskant klappen ze de vantonnen met een mes en ik van het nopgatje te maken. Dat was nog de toonlijke ik van de roversoofman. En zijn bende. En wat wil dat zeggen? En wat nopgatje met het toonlijke ik in iemand zijn lichaam er een gatje maken. Dat was het nopgatje. Ja, hier ben ik in een vertaling gedaan van een borke. Ik heb een klein hofstede gewoond en die had een draaikoe. En heeft daarvan een verkocht. En hij moest dat leveren naar een andere gemeente. En in de voormiddag om 10 uur trok hij mij op met zijn koe naar daar wat dan ze moest leveren. Maar nu is de, ik kom. Ja, hij is dan op zijn stappen teruggekeerd natuurlijk, had de levering gedaan en ze haalde ontvangen hadden. Maar in plaats van direct naar huis te gaan, ging ik eerst een pintje gaan drinken. En op de deur, weer dat avond. En zijn pintje, had er al pintjes genoeg. Maar middelerwijl zat zijn vrouw thuis op eten komen, om de reden dat het niet afkwam. En ze kreeg het ideale gedacht. Van de hondbos te laten. Ze hadden een grote wakkel, een baron. En ze gingen naar die hond en zei, bosje zoeken, bosje bezoeken. En die hond de straat op. En een effe, die hond, die hem gevonden en die stond beneden. Die hoorde hem babbelen. En die hond stelde zijn met zijn poten tegen de deur. En strok de deur op en vloog binnen. En raakte naar zijn bos en je leidde hem tegen zijn voet. Maar nu de ander zat te brobbelen en die zei, ha, mijn baron is hier. Laat Baakland nu maar een keer komen, we zullen een keer zien wat er in de baas is. En hij is met zijn hond naar huis gesukkeld. Die hond volgde hem stap voor stap. Zo, hoe dat hij thuis gekomen is, dat weet ik nu niet juist meer. Hè. Dat zal ook niet stiefwaar geweest zijn. Maar Wanne was content dat hij thuis was. Nadat Baakland door knecht Majeu herkend is, gaat hij zich samen met Simpelaren verstoppen bij Knorre Busgaard op de Hermietshoek te Echtegem. Meneer Simpelaren, jij woont hier al 73 jaar op de Hermietshoek. Ja.
En hoe zag dat eruit? Dat was hier een noek met allemaal kleine huizen. Met de meesten uit van plak en vlecht en gedekt met strooi. En jij hebt ook nog horen vertellen waarschijnlijk over de bende van Bakeland. Ja. Wat weet je daar nog van? Dat ze bende, dat er vele van zijn bendeleden overal bij de boeren gingen vooruit te presenteren voor het nacht. En als ze dan goed op docht waren van de zouten op tof, of van het kasteel waar ze waren, dat ze dan daar een overval deden. En op de Nermithoek is hij gevangen genomen? Ja, volgens dat schind, ja. En waar was dat ergens? Hier. Maar je kunt het niet zien van hier, hè. Het stond hier een oude scheur. Van strooi en planken. Het was daar een heetekot en een zinnekot. En een wc. En ze zeggen dat het daar gepakt is.